Even terug naar het programma zelf. Wat is voor jullie het mooiste moment dat er gefilmd is? Het mooiste moment? Ik vond zijn verjaardag heel mooi. Toen zijn we iets gaan eten en daarachter was een feestje in de Carré. En ik vond dat waren de mensen die men allemaal graag hadden die erbij waren. En dat was een prachtige dag. 6 mei. Ja. En onder andere Saint-Tropez, Denemarken. Well, ik moet zeggen, maar heel veel goede momenten gekend. Veel beter dan vorig jaar. Ja. Alhoewel dat men het een en ander wel wat ergens moeten verwerken hebben. Hè. Maar toch vond ik het een van de mooiste reeksen dat we gezien van Sky the Limit, dat we meegedaan hebben. Echt waar uit. Je gaat dit seizoen nog niet op de knieën voor Sophie? Ik ga ook niet voor de knieën. Hè. Nee, nooit. Voor niemand, nee. Jij gaat op de knieën zitten, hè. Regelmatig is, hè. Nee? Ik bedoel dan haar ten huwelijk vragen, natuurlijk. Ah, nee, maar dat is een ander verhaal, natuurlijk. Hè. Dat is... Je hebt gezien aan Dave, dat wil ik niet meemaken. Je hebt samen iets opgewerkt, dus we kunnen niet scheiden. En scheiden doet lijden. Hè. Je hebt dat wel gezien met Dave. Nou, wij zijn maar gelukkig niet zo. Voor mij hoeft dat zeker niet een huwelijk. Voor mij echt niet. Zeg nooit. Hè. Want ja, als bedrijf verkocht een jaar of 5, 6 en alles wordt uitbetaald, dat is weer iets anders. Dat kun je scheiden. Maar nu is het verlicht niet aan de orde. Dus de verkoop is nog niet voor meteen? Nee. Integendeel, want ik heb het nog beslist dat ik het kon verkopen aan 2 mensen van mij, 2 toplui dat bij mij werken. Die gewoon ook 30% verkopen, minderheidsaandeel. Zodat je het ook een beetje beter kan leven, manier van spreken. Dat er ook alle maanden extra geld binnenkomt, dat ik wel zelf de bank spelen. Ik heb de bank door voor u niet nodig. En je gaat zelf een beetje meer van het leven genieten, denk je dan? Als ze braaf is. Ik zal heel braaf zijn. Voilà, dat was het. Als ze braaf is. Dat is wel de vereiste natuurlijk. Hè. Als ze stout is, krijgt ze de roe. Als ze braaf is, krijgt ze wel lekkers. Oh, ik heb de roe van tijd ook wel eens graag. Ja. Geen probleem.